De Universiteit Leiden heeft een primeur. Ze zijn de eerste universiteit in Nederland die een lerarenopleiding zijn gestart. Speciaal bedoeld voor statushouders die al ervaring hebben in het vak. Nou, dit is een opleiding die Syrische collega's helpt om een tweede graad lerarenopleiding te krijgen. Dat wil zeggen voor mensen die les willen geven in scheikunde, natuurkunde, wiskunde of informatica. Deze vier vakken, dat zijn zogenaamde tekortvakken. In Nederland is er een enorm tekort aan leraren scheikunde, natuurkunde, wiskunde en informatica. Dus het is hartstikke goed dat er veel Syrische collega's zijn die in die vakken ervaring hebben in Syrië. En met dit programma leren ze ook om dat in Nederland goed te doen. Niet elke statushouder kan echter zomaar deze opleiding binnenstromen. Er zijn strenge toelatingseisen. Te voldoen aan dezelfde eisen als Nederlandse studenten die ook naar die opleiding willen. En dat is dat je een Nederlandse bachelor hebt in het schoolvak waar het om gaat. Of een erkende opleiding in Syrië van hetzelfde niveau. Voor veel statushouders is deze opleiding een echte uitkomst. Lang ervaren met lesgeven in mijn land. En ik vind het heel goed. De docent is de bouw van het land. De kinderen leren van de docent. En ik heb ervaring 3 jaar in Syrië met die baan, met de docent. En ik vind het echt heel mooie baan. De opleiding start in september en heeft plek voor 15 statushouders.